Wil je hier? Wat zeg je? Coffee to go stond daar ergens. Ja, bedoel je hier in het winkelcentrum? Ja, nee. Liep je niet? Oké, dan gaan we gewoon verder. Nou joh. Heb je al een paar huizen gezien dat je denkt van nou... Zeker voordelig ingekocht. Tonic. Tonic of appelsap. Ja, maar dan hoef ik geen koffie te drinken. Dan blijf ik hier staan.
Is je mondkapje? Die luxe die heb ik niet. Je hebt al om te eten hier in Zwabbert, jongen. Ja. Ja, als je hier gaat wonen, dan ben je dus van het gegeven moment het parkeergeld af. Maar ik denk dat Ingeborg hier gauw uitgewinkeld is, hoor. Jij bent bekend hier, dus ja, je weet alles over het huis af, dus helemaal scoort. Een soort TBS-achtig iets ofzo. Ja, het is alleen jammer van al die drempeltjes, hè? Ja, maar goed. Ik vind het wel fijn. Kijk maar ook uit hier. Het is zo mooi. Ja, het is wel mooi, maar ja, die drempels moeten ze weghalen. Dat, Ik vind die borden met zo'n zo'n smalie op zo'n stipkijk, want die groen en rood enzovoort. Ja. Dat vind ik, dat weet ik niet zo goed. Ja. Dus ik dan zie dat van ik rijd hard, nou dan ga ik gewoon wat langzamer, dan hoef ik niet kadoen, kadoen. Ik heb hem op twee standen en die geeft daar nog als je maar krijgen. En als je het daar gaat, dan gaat hij gelijk in het rood. Want hij meldt ook als de knip bepaald. Dus het vaste controle is snel. Dat is wel lekker. Ja, ik heb er maar eentje gehad in die afgelopen 3 jaar. Nee, ik heb er meerdere gehad met boven. Ga je maar even 55 kilometer. Ja, dat pak ik wel, hè. Dan heb je die, ja, en je ziet op dezelfde foto, zie je het bord einde 50. Ja, een stoeltje. Klootzakken, etenbakken. Ja, dan. Nee, van jou. Ja.
kort, dan zie je het kring eruit, zeg. Oh, ja, dat wordt wel heel verleidelijk natuurlijk. Is dat een kleine aanwijzing dat ik niet hard genoeg rijd of zo, dat je die snelle jelle probeert te loodsen? Ben je ook op zoek naar een koffer? Ja. Ik stond er en ik keek naar die koffer en ik zeg, oh, daar die, de grootste. Het is ook niet gemakkelijk om met zo'n bakbeest hier te komen.